waves, let them crash down on me. And you showed me the way. Ja, jullie zien het. Bij een bekend tafeltje staat er een plant, een aardbeienplant in een groen. Die plant hier is van mij. Ja. En ja, we zitten daar dus weer. Hè. Ik doe het nou even met mijn telefoon. Want ik heb mijn camera niet mee. Is ook niet altijd nodig. Kan ook zo. Ja, dus ik heb een wijntje besteld en een frikandel speciaal. Ja. Ja, en dan ben ik gewoon even aan het ronddraaien. Vind ik even leuk. Gezellig. Als ik nou een hele grote kamer had, een woonkamer, dat ik ook zoiets wil hebben, ben ik ook niet die kleur. We were rolling with the waves. Let them crash down on me. And you showed me. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboer. Het is vandaag dinsdag. Erwin die zou niet komen vandaag, die komt morgen. Ik zou de Hirtensmarkt over, maar of ik dat red, dat is vraag 2, want het is 2:15. Dat rent ook allemaal, ja. Yeah. Want het, ik zei 2 keer 2, ja. Yeah. 2 maal 2 is ook 4. En daarom zijn we hier. Ja, ik zou opstaan en toen werd ik draaierig. Ik denk dat het door het weer komt ook hoor. Want het was eerst 23 graden, toen ineens 22 graden, nou weer 21 graden. En het waait me als een raket. Want ik ga eerst met de hondjes weg, dan heb ik die ook weer pret. Dat moet ook nog even gedaan worden. En daarna, misschien wel of ik nog de markt over kan, ja of nee. Ik moet sowieso wel de stad in, maar of er dan nog markt is, weet ik niet. Maar dat merken we wel. Het is niet alle dinsdagenfeest, zeg ik dan op mijn beurt, ja. En misschien dat ik het wel red en dat ik ook verder weer op knappen heen ga. Want ik echt, het draait me allemaal. Ik denk, ik ga zo niet opstaan, weet je. Straks val ik en daar heb ik weinig zin in. Dus rustig blijven. Dus vandaar dat ik dus wat later ben dan normaal op dinsdag. Ja, 2:15, nou ja. Maar ja, oké, wie doet je wat? Ik heb aan niemand verantwoording af te leggen, toch? Nee, ik leef mijn leven en jullie leven jullie leven. Dus ja, helemaal geweldig, toch? We hebben aan niemand verantwoording af te leggen dan enkel aan onze lieve vader. Ja. En dus, maar oké, lieve vrienden, geniet gewoon verder van jullie dag. En ja, gaan wij ook doen. Dus maar hebben allemaal gewoon gezellig en pret vandaag, ja. En we maken er gewoon wat van, hè, Elwing. Reageer je niet, meisje? Ook goed. En Rijker zal ook wel buiten zijn. Dus ja, dat dus. En ik zal de boel klaarmaken. En ik heb mijn jasje in mijn mandje. Dus mocht het bij de hoek koud wezen, dan kan ik hem aanschieten. En anders lopen we gewoon door. Hè? Ja. Nou, ik zou zeggen, geniet ze. En, jullie weten het best wel, geniet gewoon een beetje met een ander mee. Dus ook met mij. En zoals jullie het weer zien, we zijn weer in de... Ja, Big Bazaar. Ja, helemaal weer geweldig. En waarom ik eigenlijk bij de Big Bazaar ben, ja, Joost mag het weten, maar ik weet het even niet. Nee, ik ben er gewoon even ingegaan. Kijken of ik ook nog wat zie, of er wat nieuws is. Wat is dat, weet ik niet. Een roller zet. Om mager te worden. Ja, om mager te worden. Nou, we gaan zo zitten, oké?
De geurtjes zijn allemaal op, zowat. Ja, dat is vreselijk. Wat is dit? Is dat nou voor mannen? Of voor dames? I don't know. Staat er ook niet op. Tira. Oké. Kijk, die heb ik ook. Ja, en die heb ik. Deze lijkt me ook wel lekker. Nou ja. Ja. We zien wel eens een keer. Oh ja, wat ik jullie ook nog wil laten zien, dat is een nieuw armbandje met steentjes. En die steentjes staan voor wijsheid. Dus laten we hopen dat ik wijs ben. Nou, dat ben ik, want ik heb die vent eruit gegooid. Die Marcel, weten jullie nog? Ja, die heb ik eruit gezet. Dus dat is wijs. Ja. Heel wijs geweest. Ja. Dan moet ik nog zijn troep verder nog ophalen. Hebben we al het een en ander meegenomen. Een koffer met van alles en nog wat erin. En nog een rugtas, die eigenlijk van mij is, want die heb ik betaald. En dat heeft hij nog nooit niet teruggegeven. En dan zegt hij dat hij de tuin schoon heeft gemaakt. Ja, 2 tegels breed en 3 tegels lang. Ja, kennen jullie dat? Ja, en dan ben ik gewoon even aan het ronddraaien. Vind ik even leuk. Gezellig. Als ik nou een hele grote kamer had, een woonkamer, dan ik ook zoiets willen hebben, ik had niet die kleur, maar een beetje bronsachtig. Ja. Teenslippen, stenenbrekers noem ik dat. Kijk. 1199, nou, zulke bakken moet ik dan in het... Maar dat is zwaar materiaal, beton of zo. Ik ga ook eens een keer binnenkort bij het tuincentrum kijken. Waar ik jullie ook in meeneem. Waar ik jullie dan lekker in meeneem. Want ik wil kijken, eerst kijken, wat het gaat kosten om van die zware potten te kopen. En of ik ze ook thuis kan krijgen. En dan daar planten in en dan aan de voorkant. Dat is een stukje om mijn tuin, om mijn raam heen moeten lopen. En niet zo pal op mijn raam. Want ik heb er zo'n bloedje hekel aan. Dat willen jullie niet weten. Wat is dat? Loco quiz. Oh. Nou, het is al een spelletje kaarten, denk ik. Nou, het is al... Domino, steentjes. Honden eten, snoepjes en dingetjes en datjes. En dat vind ik hartstikke duur. Dat is heel duur geworden. Dat vind ik zo duur. Dat er gaat, moet ik nodig is eventjes naar Blokker toe in de visbuurt. En kattenriempjes kun ik ook nergens meer vinden. Nee. Noppenjando. Oh, het is hier trouwens warm. Ik zweet me hier het apenzuur. Echt. Echt. Niet te harde. Nou. Bounties hebben ze ook hier niet meer. Het is allemaal op de pop. Kijk, maar dat lust ik wel.
bonbonnière. Ik neem gewoon een zakje mee, bonbonnière, en ik moet daar een zakje van. En dat is een klein zakje, maar dat doet er even niet toe. Zo. Haha. Nou, spekjes hoef ik niet. Ugh, geen zin in. Wat is dat trouwens? Weten jullie dat nog? Het is een ouderwetse snoepgoed ook. Deze. Ja. Ouderwetse snoepjes. Karen die had van de week ouderwetse snoepjes gevonden. Dat was van die rijst gekleurd als snoepjes. Wat is dit? Nee, nee. Dat is een grote lolly. Batterijtjes. Batterijtjes. Ik moet eigenlijk weer batterijen erbij hebben voor opladen. Dat ik ze op kan laden. Ja. Maar dat komt wel. Ik ga daar nog even langs. Ik zie wat. Dag pandabeertje. Oh, dat zijn gewoon lampen voor in huis. Nou, dat vind ik niet leuk. Ik dacht dat het lampen waren voor, je weet wel, buiten. Ja, dat dacht ik. Mijn noppen. Dat gaat op een afstandsbediening, dat heb ik niet nodig. Ik moet op Google hebben. Hebben ze niet. Hebben ze niet. Hebben ze niet. Nou, dan moet ik hier weer langs. Kijk, hier ook weer van die glazen potjes met solar. En dat vind ik weer wel leuk. Kijk, die heb ik ook. Maar die van mij was goedkoper. 3 nog wat bij de Vromer. Sst. Nou, zo'n armband had ik ook, maar die gaat weg. Naar de kringloop. Ja, moet je dat nog wilt hebben. Nou, prima, niet voor mij. Zo, en dan gaan we weer hier al in. Zo, voilà, we hebben het gehad. Ja. En dan gaan we maar weer naar huis, denk ik zo. Voilà. Het is dat mix. Ik weet niet wat het is. Vodka. Vodka met citroen, oh, lime. Lime, wat is lime? Weet ik veel. Limoen. Is dit drank? Nee, toch? Ja, dat is drank. Oh, is alcohol. Wat kost dat eigenlijk? Ga het eens proberen. En jij wil er niet op? Nee. Nee, dan doe ik hem weer uit. Nou, we zien jullie straks wel weer thuis. Ja. Ja, jullie zien het. Bij een bekend tafeltje staat er een plant. Een aardbeienplant in een stoel. Die plant hier van mij. Ja. En ja, we zitten daar dus weer. Hè. Ik doe het nou even met mijn telefoon. Want ik heb mijn camera niet mee. Is ook niet altijd nodig. Kan ook zo. Ja, dus ik heb een wijntje besteld en een frikandel speciaal. Ja.
En ik krijg er lekker gewoon bestek bij. Want ja, dat eet toch wel lekkerder, vind ik. Dus ja, daar wachten we lekker op. En dan gaan we daarna naar huis, want dan ga ik met de aardbeienplanten bezig. Kijk, daar wordt mijn wijntje al gebracht. Lekker, dankjewel schat. Komt op je YouTube-kanaal, toch? Ja, ja? Komt op mijn YouTube-kanaal. Ik heb net de naam weer, doe ik iedere keer. Weet je mijn YouTube-kanaal al? Volgens mij had ik er wel goed gehoord, ja. Corina net IE. Ja, C-O-R-I-E-N-A en de beestenboel. Ja. Komt helemaal goed. Dus ja, daar is mijn wijntje. Daar gaan we van genieten. Dus ik zou zeggen, geniet lekker met me mee. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, en je hoeft hier geen radio, maar geen muziek, niks aan te zetten. Nee, want je kan meegenieten van de muziek uit de stad. En dat zit op het Breewaterspleintje. Maar ook dit hek klaar. Die wisten jullie al. Dat zielige hoopje wisten jullie al. Die heb ik erbij gekocht. En gelijk overgepot. En dan moet ik voor die nog. Dacht dat ik er eentje genoeg had. Maar nee. Dus nog eentje te gaan. Dus. Dames. Doe even normaal, ja. Hé? Doe even normaal. Ja? Lopen uit Amsterdam, duizend gele, weet ik voor hoeveel. Ja, dat wordt er gezongen. Maar oké, ik heb nog een pakketje, ik moet nog spullen opruimen. Ik ben ook nog bij Zeeman geweest. Heb ik dit laken gekocht, even omdraaien. Even omdraaien, draaien, bedaap. Dit laken voor het bed. Want dat jurkje moet ik niet meer. En ik heb een nieuwe stepin gekocht. Een maatje kleiner. Ja. Ik heb die snoepjes gekocht. En een bonbonnière. En een pakketje. Dat gaan we openen. Maar daarvoor draai ik jullie eerst ook even om. En dan ga ik ook nog zitten. Voilà, voilà. Zo, mijn haar dat zit nergens naar. Nee, daar kan ik ook niks aan doen. Het waait me ook tot en met, dat wil je niet weten. Echt, je waait zo uit elkaar. Oh. Jeetje Maria. Oh. Nou. Ik heb een bakje koffie. Daar ben ik ook aan toe. Schaar. Dat is raar gedaan al, man. Oh, er zit een plakband van iets anders eraan. Dat gooi je eerst maar weg. Hup. Hi, Kate. Hi, mijn schat. Ook gelijk weg. Schaar even naar de kant en even beter zitten. Zit er daar weer aan vast. Dat doen ze met zo'n smeltmachine. Ik heb er eentje het klein gekocht. Maar dat komt plastic wel aan plastic vast. Ja, wat zou het zijn, hè? Wat zou het zijn, hè? Er zit een mooi ritslottingje in ook. Wat zou het zijn? Ja, ik weet het. Bij jullie niet. En zo lang geleden heb ik het niet besteld. Maar het is nou super snel binnen. Ik had het nog niet verwacht. Ik moet eerst mijn nagels schoonmaken straks. Allemaal van de aarde. Ik heb ze wel gewassen, maar mijn nagels niet. Maar ja, maakt niet uit. Daar wordt dit niet smerig van. Oh, wat mooi was.
Oh, wat mooi, jongens. Oh. Echt mooi. Wauw, wie? Oh, wat gaaf. Die ga ik dus straks wel aan doen. Hij lijkt me te groot. Maar dat zien we dan wel weer. Hij is gaaf. Ik dacht dat ik ietsje kleiner had, maar... Hey, je kan beter te groot bestellen dan de krab. Waarom? Nou, omdat wanneer het te krap is, dat je het niet pakt, moet je hem terug doen. Nou hoef je niet te ruilen als hij te groot is, want dan kan ik hem innemen. Ja, echt. Ook gaaf. Ik denk dat ik hem wel pas hoor. Oh, jawel. En dan, ja. Of ik zo'n rode trui heb, weet ik niet. Maar anders een zwart bloesje of een zwart topje. Die heb ik wel. En zo koud is dat nog niet. Oh, en die lintjes. Die moet ik nog verder strikken. Oh, nog 1, 2, 3 gaatjes verder. En dan een strikken erin. Hij is mooi. Wauw, wie. Echt gaaf. De achterkant is gewoon alleen nog maar zwart. Die ga ik straks wel pas als ik uitgerust ben. Ja. Nou, kom gelijk aan ook. Ik vind het zo gaaf. En zo duur was die niet, hang jij. Dus. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik vond hem zo mooi. Dus. En Willy wist het. Want die had ook gekeken ernaar. Die zegt, en die zei ook al, als ik jou was, zou ik die maat nemen. Omdat het wel van het buitenland is. En Japannetjes, die dametjes, die zijn zo slank allemaal. En maatje 36 is dit, en maatje 38 is dit, en maatje 40 is dit. Of XL, weet je wel, L is dit, en XL is dat, en X is L is dat. Ja, wij werken hier anders dan dat er gaat. Maar in ieder geval, maakt allemaal niet uit. We zijn weer thuis en het is nou... Godje, denk ik. Wah! 17 uur 43, dus het loopt ook zometeen tegen 6 uur aan. Ik ga mijn nagels schoonmaken. Ik ga mezelf weer even een beetje opknappen. En koffie drinken en naar boven toe. Die rok passen, topje erbij. Komt helemaal goed. Toch? Ik zou zeggen, hou vol goede moed. En geniet van alles met wat jullie doen. Maar ook zeker een beetje met een ander mee. Dus ook met mij. Ik zeg dat tot later.